Nou, binnenkort komt je eerste project uit, Rosé. Ja. Langlevende Flex kwam afgelopen jaar uit, maar eigenlijk denk dat niet iedereen weet dat jullie al best wel lang bezig zijn. Sinds 2013 al. In 2013 ja, label, ja. Ja, hadden jullie al eerste clips gereleased. En ja, op een gegeven moment was het een beetje stil. Waar kwam dat door? Ja, we waren eerst begonnen als label. Ik ken nog een paar andere gasten, Fresh, Cello en noem maar op. En toen gingen we, zeg maar, die andere artiesten pushen. Dus Jera, Fur, wie was nog meer? Bright. Christian Boy. Ja, Christian Boy. Yes. Gingen we hun een beetje pushen. Ja, en dan is dat niet echt goed uitgepakt. Dus toen was het stil. En ja, toen zaten we een keer in de studio. Dachten van, hey, laten we die shit gewoon zelf doen. Je weet het, hoor. Gewoon proberen. Als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, geef onszelf gewoon een jaar. Als het popt, dan popt het. Als het niet popt, dan stoppen we gewoon. Hij is dat alleen maar TikTok. Ja, man. Maar hoe is dat? Want hoe kwam je op de naam De Fellas? Was die hier al? Of... Ja, volgens mij gaf ik aan gewoon De Fellas, man. Lekker simpel. Ja. Label is gewoon Hype It Fellas, dus ja, gewoon De Fellas. Oh, is het afgeleid van Goodfellas, die film? Niet eens, man. Nee? Nee, man, niet eens. Ga diep, man. Dus, als ik het goed begrijp, jullie die rappers zitten ook, zeg maar, jullie runnen zelf dat label. Dus jullie zijn naast een groep ook gewoon een label. De meeste wel, ja. Oh, oké, dat is nice, man.